hier opgevoerd. Van bij de jeugd heb ik hier op de plaat eerst toetsjes gebracht. En heel afgezien van veel plezier, ja, ook. Maar veel plezier inderdaad mijn carrière gewoon. Over vermogenmeting. Wat is vermogen? Hoe wordt het gemeten? Wat voor mij eigenlijk de meerwaarde was van vermogenmeting. Vermogen is eigenlijk de kracht die je verplaatst als je topconditie kracht hebt, bijvoorbeeld. Dat wil zeggen 500 ton. En als je iets minder bent dan 470 of 460. Dus die marge is soms heel klein. Dus enkel bij de zware blessures en bij ziekte of bij een langere rustperiode dat je meer te verliezen hebt. Het is niet goed. Ik denk dat de mensen van Cervelo dat weer rijden. Eens die nog niet op de markt is, Vector, dat wordt vermogen gemeten in de pedaal. Die zijn nog volop in ontwikkeling. Die hopen dat we dit jaar of volgend jaar weer krijgen. Als die moet ik ook gedeeld zeggen over PowerTech, dat is de software die ik zelf gebruik om de analyses van de vermogenmeter voor mij dan persoonlijk van te maken, wat hij doet te maken. Maar Janke, je moet dat dan twee keer heb je een afslag en heb je een hele lange. Waarbij dat Erik van Lachen onze schoenetappen nog eens even is voorstellen, een profiel. Dus kan we goed op het. En de andere 50 mensen die mening over het hebben, let ook goed op het. Dus zoals je ziet, die dat er niet gemakkelijk is. Dus ja, het is wat we noemen in het interval, dat is van de zwaarste ritten die op de hand af zullen staan. Het is een andere ongeveer, maar dit jaar is eigenlijk twee maanden. De stoel heeft gesneden, de kerelcondigste, de patiënten terug. En vandaar de ongeveer was ook goed toegelegd aan, waar hij in de landen kwam.